jongens, wat een hoeveelheid kinderen. In de eerste plaats, jullie zien hier een paar prachtige mensen aan het filmen. En nou moet ik vragen, in het kader van de wet privacy, of jullie allemaal wel gefilmd mogen worden. Wie heeft daar bezwaar tegen? Hé, wat een geluk. Oh, nou, moeten we dan maar even, daar ga ik dan wel even voor staan. Dan moet ik niet anders kunnen. Jongens, wat fijn dat jullie er zijn. Welkom hier op het prachtige stadhuis, waar we vanmiddag voor de allerderde keer gaan roefelen. Ik ben Marlene Lutgert en ik heb met jullie moeders en partners en mensen gemaild om te zorgen dat jullie allemaal een mooi plekje krijgen. Dat is niet zo heel erg makkelijk, want zoals jullie gezien hebben, zijn er heel veel plekken waar je naartoe kan gaan. En zijn er ook heel veel kinderen die graag naar dezelfde plek toe gaan. Ik heb heel erg mijn best gedaan om iedereen daar die plekjes toe te sturen dat je zegt, wauw, dat vind ik wel heel bijzonder. Waarom doen we dit? Heel veel van jullie weten wel wat roefelen betekent. Of zeg je van, nou, eigenlijk weet ik het nog niet precies. Wie kan het mij precies vertellen wat roefelen is? Daar helemaal achterin. Snuffelen. En wat ga je snuffelen? Baantjes. Je gaat snuffelen bij bedrijven om hopelijk te bedenken, daar zou ik misschien ook wel wat mee willen doen in mijn toekomstige leven. Dat is natuurlijk een leuk streven, want het is vooral leuk om vanmiddag ergens te gaan kijken. Weet je waarom je dat doet? Waarom ga jij roefelen? Gewoon om bij dingen te kijken. Maar ik hoop ook dat je er een beetje wat van leert. Ik zou willen beginnen, want jullie gaan straks allemaal bij bedrijven langs. Om te beginnen met een heel groot applaus voor al die bedrijven en voor Marlene die het georganiseerd heeft. Want daar had machtig veel tijd in zitten en dat is ook belangrijk. Ik wil eens even vragen jullie, wie weet er al wat hij wil worden? Wat wil jij worden? Wat wil je worden? Goeie mikke, wat is dat? Ja? Dat weet je heel precies. En jij daarachter? Juf. Op de basisschool of op de basisschool? En jij? Regisseur. Dus jullie komen elkaar wel tegen. En jij? Iets met bewegen. Iets met bewegen. En jij? Met computers. Met computers. Ja? Piloot. Of wat voor vliegtuig? Ik heb nog nooit een vergaderzaal gezien die zo vol was met zoveel mensen, zoveel kinderen. Daar ben ik hartstikke trots op. Ik heb het idee dat er dit jaar nog meer kinderen gaan roefelen met hun ouders dan in voorgaande jaren. En om daar een start mee te maken, Marlene, gaan wij de? Wij gaan de vlag ophangen. De vlag ophangen, de roefelvlag. Dus hoe vaak heeft de Rotary op dit moment al het roefelen georganiseerd? We hebben het roefelen nu voor de derde jaar zijn we aan het organiseren met de intentie om dat eigenlijk volgend jaar over te dragen naar een nieuwe groep mensen die het wil gaan doen. Het is een heel oud systeem. Het komt al uit van Jantje Beton uit de vorige eeuw, toen er de eeuw van het kind was. En toen hebben ze gezegd, hoe kunnen wij kinderen uit groep 7 en groep 8 laten kennismaken met mogelijk hun toekomstig leven. En waar kunnen we ze dat laten doen? Het allerbeste bij plaatselijke bedrijven en organisaties. En roefelen is letterlijk snuffelen. Maar de motivatie van de kinderen is er natuurlijk wel, want het is geen verplichte dag, geen verplichte schooldag, dus ze moeten zichzelf opgeven. Ja, we hebben een prachtige site waarop eigenlijk alles wordt ingericht. En dan zie je van, nou, aan de hand van de site maken we een hele grote roefelkrant. Daar komt alles in te staan. Dan gaat, als de roefelkrant op de scholen gebracht is, de site open gedurende een bepaalde tijd. Dan kunnen ze hun voorkeur, maar ook hun minder goede voorkeur, opgeven. Dan wordt het allemaal in een programmaatje geplaatst. Dat is natuurlijk het mooie van de ICT tegenwoordig. Ik doe een druk op de knop en dan kijk ik of het een beetje klopt, of het een beetje eerlijk verdeeld is en hoe het gaat. En dan berichten we alle bedrijven en we berichten alle ouders en alle kinderen. En dan is de start. Ja,
jaren. Je hebt net je eigen badhanddoek geborduurd. Hoe is het gegaan? Goed, alleen soms moest je dan daarna nog de draadjes afknippen, want dan staken er nog wat draadjes uit. Nou, dit wordt een keuken van iepenhout. Daar zien we misschien straks nog wel wat van. En zo gaat het dus naar de meubelmakers. En die moeten zorgen dat het gemaakt wordt. Maar voordat het gemaakt wordt, als je de zijkant van een keuken bekijkt, hè, dat is vaak één vlak. Er kan natuurlijk niet één plank zijn. Dus dat moeten allemaal gedeelde planken zijn. En dat gebeurt hier in de lijmtafel. Dan wordt het zijkant bijvoorbeeld van een keuken wordt dan gelijmd. Gaan we even kijken. Lopen we deze kant op. Gaat mooi snel, hè? En wat hij nu doet is die zijkanten lijmen. Want die komen straks allemaal tegen elkaar aan. Want je denkt van nou wat raar dat hij nou dat eerst gaat doen. Maar dat zul je zo meteen zien als hij dat in de lijmcarousel legt. Ja. Gaan wij ook even aan de kant, want anders hebben we straks lijm in onze nekken hangen. Nou legt hij al die lijmstukjes weer boven op elkaar. Snap je? Kijk, hier zie je wat ik jullie daarnet liet zien. Dit is dus de achterkant van de la, zie je dat? En dan wordt dit er dus voor opgemaakt, zodat je dit ziet aan de voorkant. Nou, je hebt zien, dit is een, wat heet een galerie aan huis. Soms heeft u gewoon een huis zonder galerie of een galerie zonder huis. Maar dit is een bewuste keuze, want ik ben eigenlijk verhuisd vanuit Amsterdam om hier te komen samenwonen. En mijn absolute wens was om een galerie aan huis te hebben. Dus eigenlijk het liefst in een mooie stad zoals Hattem en de regio. Maar ook met genoeg opslagruimte en natuurlijk wel aanloop. En Hattem is een toeristische stad, wordt zeer gewaardeerd. En dat betekent dat ik dus ook iets meekreeg aan aanloop van mensen die dus wel veel belangstelling hebben voor kunst. Ja? Nou, wat jullie, eigenlijk jullie hebben een soort primeur vanaf vandaag. Want vrijdag om 18 uur gaat deze tentoonstelling van start. Dan hebben we eigenlijk wat heet een vernissage. Misschien kennen jullie de naam vernissage niet. Het is echt een opening. En de werken die hier hangen zijn van een hele beroemde voormalige sterdanser die samenwoont en getrouwd is met de uberballerina uit Nederland, Alexandra Radius. En dit is het werk van Han Ebelaar. En het is voor de eerste keer dat hij exposeert ooit. En ik ken hem al 30, 35 jaar en ik heb hem gevraagd om hier zijn werk te laten zien aan het publiek. Dus vrijdag gebeurde de opening. Dit is de engineering. Hier wordt alles getekend. En de vraag is nu, hoe tekenen wij? Tekenen wij met een pen en een potlood? Of doen we dat op een andere manier? Ik denk, ik zit een beetje. Zo eens even een rondje lopen. Ja, je dat ook aan. Even kijken. Ja hoor, je kan je rustig vragen. Kan jij even helpen? Ja, zeker. Kan er niet op. Dat kan er niet op. Dat nee. Is echt gemeen van het handje. Ja. Laten we eens kijken. Welke is dat? Hier, ik kan hem. Oh ja. Als we het in de markt willen organiseren, dan zeggen ze ook: nou, daar hebben we niets aan. Want dan gaan alle mensen naar de markt. En ik heb nog een idee, zeg maar, voor de wat je dan in de markt kan doen. Nou, eigenlijk. Nee, ik heb geen koning meer. Maar we hebben natuurwandelingen organiseren, hoor. Niet alleen stadswandelingen, maar ook natuurwandelingen. Die zijn heel erg leuk.